Steenbok, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 27. En dat is van maandag 3 juli tot en met zondag 9 juli. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Lijkt het, Steenbok, alsof deze week een week is van dat je de zaken eigenlijk een beetje laat komen zoals ze komen. Je hebt niet al te veel plannen, of misschien heb je ze wel, maar je hebt zoiets van: ik kijk wel even wat er komt. Ik wil ook misschien andere mensen wel even wat laten. En je wacht het een beetje af. En op het moment dat het zover is dat het bij jou rolt of dat jij daar iets aan kan doen, heb ik het idee dat je het meteen met beide handen aangrijpt en dan ineens toch wel heel duidelijk je plannen hebt. En het kan zijn dat je het gewoon even afgewacht hebt. Het kan ook zijn dat je je moment afgewacht hebt. En deze week lijkt je dat heel erg goed in evenwicht te gaan houden. He, dus het kan zijn dat je even wat terugtrekt, maar niet al te lang. Want ik heb het idee dat je eigenlijk bruist van de energie en heel graag wil instappen in een bepaalde situatie. Of heel graag bepaalde zaken wilt veranderen. En deze week lijkt je daar echt absoluut de tijd voor te hebben en de mogelijkheden voor te hebben. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.